Laat niemand aan jouw lichaam komen. Heel belangrijk. Laat niemand aan jouw lichaam komen. Doe de deur niet open voor vrienden. Om leerlingen bekend te maken met de werkzaamheden van de politie, heeft het Korps Politie Suriname KPS, afdeling Jeugdzaken, een infodag gehouden voor leerlingen van verschillende GLO-scholen. Majoor Milton Bisschop hierover. Het schooljaar is haast om en gedurende het schooljaar hebben we verschillende scholen ook aangedaan. En we zijn hier op uitnodiging van één naar wel meerdere scholen om ook met de kinderen te participeren. De bedoeling is dat de kinderen weten dat we nu richting de vakantieperiode gaan. En dat de politie ook geen boeman is. Dus op verschillende manieren proberen we ze toch bewust te maken tegen elk vorm van gevaar. En we gaan met ze mee naar binnen, zodat ze ook zien dat de politie ook een deel is van de samenleving. En dat ze ook het onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad. Wat wel mag en wat niet mag. Kortom, zaken die binnen de perken van wet en recht moeten geschieden. Ik vind het heel leuk om samen te kijken met leerlingen van de VUJ Kwarasan. Omdat het je leert ze beter leren kennen, omdat je samen met ze uitgaan en dan beter communicatie met andere leerlingen. Dus dat vind ik het wel leuk. Maar als je een keuze moest maken tussen TBL en buiten de stad, waarvoor zou jij kiezen? Ik zou eerder voor TBL kiezen, omdat buiten de stad een beetje gevaarlijker zijn, omdat er kunnen alles gebeuren. Maar bij de TBL is het ietsje dat het minder gevaar is en zo. Het is gekomen vanuit de directeur, dat is de heer Erwin Emanuels. Hij heeft gekeken, wat is de behoefte van de scholen. Ze gaan normaal niet buiten de stad, maar je kent, de verantwoordelijkheid is heel groot om buiten de stad te gaan, want de kinderen zijn, zijn verzekerd vanuit de school. En om met een groep buiten de stad te gaan, heb je veel begeleiders nodig. En de directeur heeft erin gespeeld door te kijken, tussen 8 en 4 uur 's middags, is de operation, is er geen capaciteit, we vertonen geen film. Dus we zeggen, oké, laten we de scholen tegemoetkomen dat ze tegen een gereduceerd tarief van 20 SAD, waarbij de kinderen een popcorn, een small popcorn en een sap krijgen. En dan kunnen ze naar de bioscoop. Het initiatief is eigenlijk meer gekomen van de school zelf, omdat we de kinderen eigenlijk een leuke dag willen geven. Eigenlijk was het de bedoeling om een tripje buiten de stad te plannen, maar dat is deze tijd, jullie kennen de leerlingen, het gedrag en zo. Het is een beetje riskant en we dachten van waarom niet TBL? Is ook een leerrijke dag voor hun, om het leuk voor hun te maken. En alle kinderen waren ook zo enthousiast als ze horen TBL. Ja, het spreekt hun aan. De oproep aan de ouders dat de ouders hun kinderen verantwoordelijk thuis moeten achterlaten. Niet zomaar naar straat toe sturen vanwege de criminaliteit en invloeden van de negatieve invloeden. Dat de ouders zich echt bewust moeten zijn. Laat me kijken hoe ik mijn kind thuis op een verantwoordelijke manier thuis kan houden. En in de middaguren kunnen ze naar de bioscoop komen. Ouders, u bent de eerste opvoeder, u bent de eerste optreder. U bent de opvoeder, dus de verantwoordelijkheid rust op uw schouders. 100%. Wat ik de ouders wil meegeven, ook al gaat u naar het werk, probeer zoveel mogelijk veiligheidsklappen in te bouwen. Laat dat kind niet alleen. Probeer dat kind te brengen naar iemand waarvan je weet of gevoeglijk aan te nemen is dat die persoon betrouwbaar is. En probeer zoveel mogelijk met dat kind te praten. Het zij formeel, het zij informeel. Maar laat dat kind niet alleen thuis.
onderricht dat kind en wijs dat kind gewoon wat de gevaren kunnen zijn. Gewoon ter zake, gewoon prietborst, tak naar Abtino, kibri sani onder de stoel naar Abangi, maar zo rap tien gewoon duidelijk. Dat look of naar dit je doet, in manoma je hebt een school toe ook in een model. Dus ouders moeten een wezenlijke bijdrage leveren. Niet alleen in de vakantie, maar over de gehele linie moeten ze altijd praten met hun kinderen. En bovenal moeten ze ook een voorbeeld zijn en ook actief participeren in de activiteiten van de kinderen. Ik ben blij en ja, TBL ook dankbaar dat ze zo'n leuke actie hebben. 20 SRD. Popcorn, drank erbij en een kaartprijsje. En dat vonden die kinderen ook super. De ouders ook heel positief gereageerd. En ja, dus vandaar dat ik zoveel heb kunnen, ja, zoveel kinderen heb om mee te komen. Ze zeggen, weet wat ze doen en voorzichtig in de vakantie. Want er kunnen alle rare dingen gebeuren in de vakantie. Want de vakantie is echt lang. En dan in die tussentijd kan alles gebeuren. Dus daar moeten ze voorzichtig zijn. Als je al niet thuis bent, ga niet met vuur spelen. Als ze op social media gaan, wees voorzichtig. Weet naar welke site je gaat. Laat je niet misleiden, laat je niet verleiden. Laat niemand aan jouw lichaam komen. Heel belangrijk, laat niemand aan jouw lichaam komen. Doe de deur niet open voor vrienden. En wees vooral gehoorzaam aan de ouders. Nogo play wakamang, nogo dusani, zijn om doen. Vroeg of laat je stotu en je vadong en je mitskotu op je passie.